Welkom bij receptenvantopchefs.nl. Vandaag als gast Paul Verstaveren van Allianz Restaurant Sonoy te Emmeloord. Paul, jij hebt een van de mooiste restaurants van Nederland. Nou, dat kun je wel zeggen, maar goed, ik blijf bescheiden, maar we hebben een nieuwe locatie. Ik ben dit jaar verhuisd van, of vorig jaar eigenlijk verhuisd van Blok Zijl naar Emmeloord. Ja. En we zijn er in een oude watertoren midden in het centrum gaan zitten. En ons restaurant is gevestigd op de 8e verdieping. En je kijkt 40 meter op 40 meter hoog. Hoe ga je daar naartoe? Met een lift, entree beneden en er is een hele snelle lift in, een supersnelle lift zelfs. Ja. Die brengt je heel snel naar de 8e verdieping. Daar is ons restaurant gevestigd. En die kijkt uit over de Emmeloord. Je zit daar op 40 meter hoogte met een fantastisch uitzicht. En ons restaurant heeft een Michelinster. Ja. En we zijn net een goed jaar open. En, ja. We hebben de oversteek gemaakt naar Emmeloord. De reden daarvan was dat ik eigenlijk heel graag wilde om wat meer exposure in mijn eigen bedrijf te geven. En dat wou ik ook doen doordat mijn keuken toch wel wat meer moest aansluiten bij mijn interieur en mijn omgeving. Ja, ja. Heb ik eigenlijk voor Emmeloord gekozen voor de Oude Watertoren. Wat voor type restaurants zijn jullie? Nou, ik wil het eigenlijk een beetje typeren als toch wel mediterraans. Ik probeer zoveel mogelijk toch wel uit die omgeving op mijn kaart te hebben. Ook wel de Nederlandse en de streekproducten. Want in de Flevopolder waar ik eigenlijk gevestigd ben, zit ook heel veel goede bedrijven met fantastische biologische groentes. Ja. Maar ook hele mooie kaasproducten, hele mooie zuivelproducten. En daar werk ik heel graag mee. En ik ben toch ook wel een klein beetje van het vernieuwen. Dus ik probeer wat innovatieve technieken te gebruiken ook in mijn keuken. En dat vind ik eigenlijk ook het fijnste werk. Ja. Dus de inrichting bij mij is ook heel erg modern, strak. En net zoals ik mijn gerechten wil typeren, hè, strak met toch een vleugje frivoliteit erin. Ja, ja, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Dat hebben we vandaag denk ik ook meegekregen. Die frivoliteit. Ja, ja. Maar was het niet heel erg moeilijk om vanuit Blok Zijl naar Emmeloord te gaan en dat je denkt van goh, ik denk dat het wel een enorme overgang was. Nou, dat is natuurlijk wel zo. Ik ben 10 jaar geleden in Blok Zijl begonnen en dat was voor de toerisme was dat een prachtige omgeving. En dat heeft het ook altijd getrokken. En alleen de laatste jaren merkte ik, we zaten daar met twee restaurants met een ster. Dan is het toch een beetje, ja, je zit toch allemaal in dezelfde kweekvijver en in de vijver van gasten. En ik had zoiets van, ja, ik wil toch ook vernieuwen. Hè. Ik kon het daar doen, ik kon daar blijven. Ik kon mijn restaurant moderniseren. Maar ik was eigenlijk toch wat meer geneigd om een andere locatie te zoeken. Nou, dit kwam op mijn pad. En een mooiere locatie op 40 meter hoogte. Met dat ik het zelf kon inrichten. Ja. Ik heb er een architect bij gehad. Ik heb heel veel gereisd over de wereld. Ik heb veel gezien. En daardoor ook veel gefotografeerd. Dus ik wist ongeveer wat voor soort interieur ik nastreefde. Je moet het je zo voorstellen, het is een oude watertoren. Ja. Er zit dus een groot waterbazin in. Ja. Er zitten er drie boven elkaar. En in het middelste waterbazin, daar is het restaurant in gevestigd. En in het onderste waterbazin, daar zit een ruimte die ik ook nog weer gebruik voor groepen, gezelschappen en partijen. En daaronder zit dan nog in het onderste watervat zit ook nog een toiletgroep. En daar zitten mijn magazijn en al dat soort dingen die eigenlijk bij een normaal restaurant horen. Hoeveel dagen zijn jullie open? We zijn open 5 dagen in de week, van dinsdag tot en met zaterdag. En ook alle dagen met de lunch. Dus ook op de zaterdag zijn we geopend met de lunch. Okay. Wat ik ook dit jaar, afgelopen jaar, voor het eerst geprobeerd heb. Ja. En ik moet zeggen, dat bevalt me ook nog wel. Dat is een succes. Je merkt gewoon dat heel veel restaurants op ons niveau niet op zaterdag open zijn met de lunch. Is ook wat van te zeggen. Alleen ik heb ervoor gekozen om het dus gewoon een paar jaar te proberen. Ja. En kijken hoe dat uitwerkt. En tot nu toe ben ik daar zeer tevreden over. Ja. Paul, nou, enorm bedankt. Ik vond het heel erg goed dat we samen hebben. Jij hebt gekookt en ik heb een klein beetje geprobeerd om dat met jou samen te doen. Ja. En ik hoop dat het de gasten die kijken naar recepten van topchefs, dat ze wat mee kunnen krijgen van de intentie van het koken, wat jij erop nahoudt en de manier waarop jij kookt. Ja. Paul, enorm bedankt. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Graag, dank je.